ik ga mijn collega Jan-Henk Bouwman vragen om een trendupdate te geven van 2016. En dat doen we naar aanleiding van wat we vorig jaar hebben neergezet. En je ziet, ook dit is weer niet normaal. We laten allerlei dingen gewoon gebeuren. Jan-Henk, floor is yours. Dankjewel. Goedemorgen. Ja, ik heb een drone achter me aangekregen. En misschien is het leuk om allemaal even... Rand, kan je deze kant op komen? Dan gaan we allemaal even zwaaien als je terugvliegt. Dat is leuk voor het filmpje. Rand wil zich alvast excuseren. De hele dag gaat hij rondvliegen. Maar hij maakt nogal lawaai af toe, deze drone. En hou je papiertjes vast zodra die overvliegt. Goed, ik ga een trendupdate geven. Om te laten zien wat er allemaal in een jaar tijd gebeurd is. Kijk, en nu allemaal zwaaien. Yay! En wat is er allemaal gebeurd de afgelopen jaar? Ik zag een aantal handen omhoog gaan die vorig jaar al geweest zijn. En we gaan een soort update geven. Maar de rest nemen we zeker mee in het verhaal wat er momenteel allemaal gebeurt. Ons verhaal vertellen we eigenlijk tegen ondernemende mensen. En wat zijn ondernemende mensen? Ondernemende mensen zijn die mensen die hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Dat zijn niet altijd mensen die voor eigen rekening en risico ondernemen, want niet elke ondernemer is een ondernemend mens en andersom is dat ook zo. Maar wat je als ondernemend mens moet doen is continu leren. En wat je niet moet doen als ondernemend mens is je verschuilen achter de generatiekloof. Dat doen namelijk heel veel mensen. Die zeggen ja, alles wat nu aan de hand is, dat is voor de andere generatie, voor de jongeren. En sommigen vinden als ze 40 zijn al dat andere jongeren zijn. Dus het gaat niet om een generatiekloof, het gaat om een verbindingskloof. Ben je verbonden met die wereld die zo snel verandert? En sta je ook open om die wereld te ontdekken? En die wereld kan je vandaag hier al een beetje ontdekken en wij nemen je mee in die wereld. Wat je moet weten is dat we in een wereld leven van exponentiële groei. De technologie groeit exponentieel hard. En dat zijn wij niet gewend, want wij zijn lineair gewend te denken. En exponentieel is eigenlijk dit plaatje. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar als je de stap van daarvoor altijd verdubbelt, dan krijg je op zo'n dambord al een enorme stapel. Maar na 3-4 stappen van exponentiële groei extra, dan heb je al zoveel damstenen nodig als er in de wereld verkrijgbaar zijn. En zo snel groeit exponentiële groei. En dat komt door die wet van Moore, en daar hebben jullie vast wel van gehoord. Dat die computerchip elke 18 tot 24 maanden in snelheid verdubbelt voor dezelfde prijs. En wat is er nou al gebeurd afgelopen jaar? Van de week in het nieuws. Gewoon een chip waar een compleet artificial intelligence systeem in op zit, kunstmatige intelligentie, die niet op afstand bevraagd wordt, maar die gewoon op je smartphone komt te zitten. Gewoon kunstmatige intelligentie op basis zoals onze mensenhersenen werken. En dan hebben we het over die singulariteit. En dat is die periode zo rond 2040 dat die mens en machine samengevoegd worden. Dat hebben we vorig jaar laten zien. En we hebben het vorig jaar ook gehad over dat we misschien wel naar de onsterfelijkheid gaan. Google heeft dat bedrijf opgericht, Galigo, en die willen de ouderdom aanvallen. Nou, ze hebben bij de muizen al de lifespan met 25% weten te vergroten, omdat ze bepaalde DNA-aanpassingen kunnen doen en een aantal cellen die niet meer meegroeien eruit kunnen halen. En de volgende stappen is natuurlijk dat we dat bij ons gaan doen. Maar dan verandert die maatschappij ook. Maar wat ze ook gedaan hebben, en dat was in november, dat we ons geheugen op een schrijfje kunnen zetten, het geheugen wat we hebben kunnen wissen en het geheugen wat op dat schrijfje staat bij een ander erin kunnen zetten. Bij muizen gedaan. En de volgende stap is misschien wel dat wij dat kunnen gaan doen. Wat ze ook gedaan hebben, is de brain-computer communicatie in een wearable gezet. Dus je kan nu dat ding op je hoofd zetten. Voorheen was dat altijd in een laboratoriumomgeving, moest dat getest worden. Maar nu kan je hem op je hoofd zetten en kan je met je hersenen computers aansturen. Je smartphone, je auto straks. Maar nu zit hij nog op je hoofd en straks komt hij misschien wel in je hoofd. Dus die exponentiële groei van al die ontwikkelingen, dat gaat wel door. Maar we hebben ook aangegeven dat de sociale veranderingen, de businessveranderingen, maar ook de politieke veranderingen soms daar achteraan bungelen.
Maar wat krijg je nou als je de exponentiële snelheid laat botsen met onze lineaire gedachtes? Dan krijg je dit. Oh my goodness. Go is the right word. Holy shit. Oh. Holy shit. There's no fucking hands on that wheel. Oh my god. Je ziet hier de Google driverless car. En iemand zit daarnaast en die auto rijdt over dat circuit zo hard als die kan. Maar dat doet hij harder dan de mens kan voorstellen. Dus je krijgt continu een schrikreactie. Met de bochten die hij maakt. De betonblokken waar hij bijna tegenaan rijdt. Dus dat is de verwachting van de samenleving die continu exponentieel verandert. Maar waar wij lineair aankijken. En dat is iets waar je als ondernemend mens naar moet kijken. Je moet als een ondernemend mens, net als wij, wij noemen onszelf trendverkenners, fountainheads. Wij proberen de wereld van morgen naar vandaag te vertalen om in dit moment je kansen voor de toekomst te bepalen. En dat is wat je zelf ook kan doen. Je kan continu om je heen kijken, maar je kan naar trendverkenners kijken, je kan naar futurologen of trendwatchers. Maar wat je het beste kan doen, is naar die Hollywood scenario schrijvers kijken. Die science fiction films, die lijken altijd wel uit te komen. Dit is Minority Report, misschien ken je dan nog die film. Daar gingen ze op basis van toekomstige delicten iemand al oppakken voordat hij dat deed. Dat is natuurlijk gek, hè? Dus iemand alvast oppakken omdat hij eraan gedacht had iets te gaan doen. In Nederland hebben we nu politiehelikopters die op basis van big data opstijgen, op basis van crowd control en op basis van die informatie stijgen de helikopters al op, waardoor ze eerder op plaats van bestemming zijn in plaats van delict dan dat we ooit waren, waardoor er nu al misdaden voorkomen worden. Dus er gebeurt heel wat en we hebben dit ook al laten zien vorig jaar. Dat Star Trek, die hadden allang de Google Glass bedacht en in afgelopen jaar is Google Glass van de markt gehaald. Tenminste, dachten we. Dit is een plaatje uit januari. Google Glass 2.0 komt eraan, komt in de zakelijke markt, wordt doorontwikkeld. Maar we maken een hele andere stap. Niet alleen maar naar augmented reality. We gaan ook naar het totale virtual reality. Dat je een complete omgeving via de Oculus Rift gaat zien. Maar wat ik hier laat zien is de Microsoft HoloLens. En die is nu uitgeleverd aan programmeurs. En wat doet dat? Je ziet hologrammen als je die bril op hebt. Dus stel, dit deel van de zaal heeft zo'n bril op en dit deel niet. Dan zouden jullie mij hier in een hologram kunnen zien staan. En jullie zouden denken, waar kijken die mensen naar? Maar dat gaat onze totale beleving van onderwijs, maar ook werk veranderen. Want je kan met elkaar op een andere plek samenwerken aan hetzelfde model. Dit is bijvoorbeeld Magic Leap. Daar is Google net ingestapt voor $850 miljoen. En je ziet het zonnestelsel, als je die bril op hebt, gewoon naast je bureau. Dus je kan op een hele andere manier de wereld gaan bestuderen. Of je zit in een gymzaal en er komen dingen naar voren die je zelf niet kende. Dus science fiction schrijvers is niet alleen met films, maar ook met boeken. Wie heeft dit boek gelezen, The Circle? Het zijn er maar weinig. Dat gaat eigenlijk over een soort combinatie van Google en Facebook die op basis van big data de wereld beheersen en controleren. Maar afgelopen oktober is dat science fiction geworden. Want de Chinese overheid, samen met Alibaba en Tencent. En Tencent en Alibaba zijn de twee grootste techbedrijven van de wereld en van China. Die hebben de handen ineengeslagen om Sesame credits te maken. En wat doet dat? Dat meet jouw aankoopgedrag met jouw social media gedrag, met jouw betalingsgedrag en daar krijg je punten voor. Daar zit een game element in en al die mensen in China die hebben zich nu aangemeld en die willen de meeste punten behalen. Maar je krijgt puntenaftrek als jij met een vriend verbonden bent die bijvoorbeeld over de Chinese kredietcrisis iets negatiefs verteld heeft. Dan gaan jouw punten naar beneden. Jouw punten gaan naar beneden als jij, jouw buurman, een slecht betalingsgedrag hebt. Je punten gaan omhoog als je positief bent over de Chinese overheid en als jij laat zien dat je luiers koopt, omdat je dan helpt met de ontwikkeling van China. China probeert eigenlijk met gamification controle te krijgen over hun mensen. Dit is geen science fiction, het is science fiction. Het gebeurt nu en in 2020 is het verplicht voor alle Chinezen om hier aan mee te doen.
Ik geloof zeker dat onze overheden hierop van smullen. En we zullen zeker daar zelf last van krijgen. Dus we leven soms al in die matrix, lijkt het. En zou je dan die red pill nemen, die blue pill? Of hè, wat ga je zelf doen met je privacy? En kan je er nog wel uitstappen? Jan Rotman zegt dat zo mooi. Hè? We leven niet in een verandering van tijdperk, maar in een tijd... Wim, help me. In een verandering van tijdperk, maar niet in een tijdperk van veranderingen. Nee, ik zeg het nu verkeerd. Andersom. Andersom, hè? Ja. We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken. Hè? Ik zeg het 300 keer per jaar en nu gaat het fout. Maar goed, wat betekent dat? Als het tijdperk verandert, dan is er gewoon iets helemaal nieuws in de wereld. En dan moet je het opnieuw uitvinden met elkaar. En dan lijkt het wel een spookpuzzel, maar het is voor ondernemende mensen altijd een kansenspel. En als je kijkt naar DSM, weet je de afkorting nog? De staatsmijnen. En wat doen die? Elk jaar moet 20% van hun omzet komen uit nieuwe producten en diensten. Dan ga je dus in 5 jaar tijd elke keer een nieuw bedrijf neerzetten. Dan ben je verbonden met die wereld om je heen. En dan ben je aan het groeien. En dat betekent dat er soms mensen uit moeten om nieuwe mensen erin te krijgen. Want zij huren steeds nieuwe mensen in om die nieuwe omzet te gaan creëren. En hoe doen ze dat? Verbonden zijn met die jongens en meisjes in die garageboxen. En daar daag ik jullie toe uit. Continu verbonden zijn met die jongens en meisjes in die garageboxen. Want deze twee zijn er ook in begonnen. Hè? Dat zijn die jongens van Google. Dit is in hun garagebox bij hun moeder thuis aan het begin. En nu hebben ze de hele wereld gedemocratiseerd. En alle kennis van de wereld ligt onder onze vingertoppen bij ons toetsenbord. Maar ze hebben ook die driverless car gemaakt. Ik liet hem net al zien. En dat is niet om die auto-industrie te verstoren. Alleen die auto-industrie voelt zich ook uitgedaagd. En deze auto liet ik vorig jaar ook zien. Maar ik laat nu een filmpje zien dat hij rijdt in Duitsland om Hockenheim. En deze auto rijdt op dat moment sneller dan de mens. En de mens gaat nooit meer harder rijden dan de auto. Want die auto heeft een zelflerend vermogen en dat kan die delen met anderen. En die kunnen op dat moment ook verder gaan op dat kennisniveau. Maar Google is helemaal niet bezig met automobiel aan het uitvinden. Is mobiliteit opnieuw aan het uitvinden. En zij kijken anders naar de markt. Weet je, dit is hoe de auto-industrie naar de markt kijkt. Die zeggen gewoon, per jaar worden er 80 miljoen auto's verkocht. De nieuwe toetreders die zeggen, er worden gewoon 10 triljoen kilometers gereden. Dan krijg je een ander businessmodel. Want als je 19.000 euro gemiddeld voor een auto betaalt, dan heb je een omzet van 1,5 triljoen... En als je 1 euro per mile laat betalen, dan heb je een ander businessmodel. Dat is veel groter. Dus die merken kijken anders. En omdat die markt zo groot is, krijg je nieuwe toetreders. Je hoeft maar met je ogen te knipperen of Apple zit in die markt. Fortune voorspelt dat Apple dit jaar Tesla gaat kopen. En misschien gaat Tesla of Apple Tesla niet kopen, maar komen ze in ieder geval wel met een andere auto. Je hoeft maar met je ogen te knipperen of... In de open source heb je straks voor $1000 een eigen setje waarmee je je eigen driverless car kan maken. Gewoon je dashboard een beetje openmaken, wat nieuwe software erin en hij gaat rijden. Wat doet dit met de wetgever? Kan die dat allemaal tegenhouden? Je hoeft maar met je ogen te knipperen. En we hebben openbaar vervoer wat chauffeurloos is. Dit is van de week gaan rijden, de Wiepot tussen Ede en Wageningen. Eerste openbaar vervoer in de wereld zonder chauffeur. Nederland heeft de primeur. Dus het lijkt soms wel eens mistig, die toekomst. Maar wat moet je doen als je zicht wil hebben in de mist? Dan moet je gaan bewegen. Dan moet je van A naar B lopen om C te zien. Je moet die eigen stappen zetten naar je eigen great unknown. Want je hebt maar één keus en dat is adapt or die. Het gaat dus knijterhard het afgelopen jaar. En wat je dan moet proberen te doen is om die exponentiële versnelling, die versnelling van trends en van technologische ontwikkeling bij te houden. Zeg maar, om die reality gap zo klein mogelijk te houden. Maar het probleem is, wij mensen denken lineair en organisatieveranderingsvermogen is vaak ook lineair. Dat gaat heel langzaam. En wat zeggen generatiegenoten dan van jullie over deze problematiek? Ik denk dat nu de generatie die nu aan de macht is, om het zo maar te zeggen, toch nog heel erg bezig is met een oud systeem 5% minder erg te maken. En dan het lef hebben dat de innovatie te noemen. Hè? Dus het optimaliseren van oude systemen. Terwijl wij, denk ik als generatie, zeggen ja, dat systeem werkt gewoon niet meer. Hè? Qua economie, qua energie. Dus kappen daar nou mee en verzin wat nieuws. Niet het oude minder slecht, maar wat nieuws. En...
Nou, dit is een opdracht, hè? Ik bedoel, Daan Rozengaarden, hij is een beetje bekend geworden sinds Zomergasten vorig jaar. Maar die doet dit soort rake uitspraken. En dan kun je wel naar scenario-schrijvers van science-fiction-films kijken. Of je kunt luisteren naar verhalen van futurologen en trendwatchers of trendverkenners, zoals wij zijn. Je kunt je één keer per jaar laten inspireren. Je kunt, als je goed geluisterd hebt vorig jaar, veel meer over de schutting heen kijken. Maar dan doe je nog niks. Ja? Dan ben je bezig om je te laten inspireren. Wie inspireer jij? Hoe zorg je ervoor dat de mensen naar jullie gaan kijken? Dat jullie degene zijn die de verandering gaan brengen. En laten we eens vragen aan iemand wat hij dan vindt dat er moet gebeuren. En dat gaan we ook gewoon doen. Ja, dat gaan we gewoon doen, zegt hij. Ja, dus je kunt gewoon als jong professional niet meer je kop in het zand steken. Die tijd is gewoon echt voorbij. Je kunt niet meer stil gaan zitten. Kijk, en als Daan Rozengaarden dan de enige was die dat zou zeggen, of een stel van die gekken die op zo'n podium staan, dan zou je nog kunnen denken van, ja, weet je, moeten we daarmee? Maar hij kwam al voorbij, professor Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En schrijft boeken, hè, In het oog van de orkaan en Nederland kantelt. En die praat niet alleen en die onderbouwt niet die transitie van die verandering van tijdperken op wetenschappelijke manier, maar die doet er ook echt iets aan. Die is begonnen met een man die ook in de buurtzorg zit, om een compleet nieuwe zorgverzekeraar te bouwen. Want hij zegt van, luister eens, inmiddels is het zo dat in de zorgverzekeringen niet meer de mens centraal staat, maar de verzekeringspartijen. En dat wil ik omdraaien. Dus in 6 weken tijd hebben ze vorig jaar 10.000 sympathisanten opgehaald voor de kerst. En op basis daarvan hebben ze gezegd, we gaan het gewoon anders doen. Kijk, deze man moet je altijd een beetje oppassen of je hem wel of niet vertrouwt wat hij zegt. Hè? Want verderop in het verhaal van mij komt hij nog wel voorbij, denk ik, als ik het over de energiemarkt ga hebben. Maar in het kader van het EU-voorzitterschap heeft hij 2 weken geleden wel gezegd, van, luister, dus we moeten wetten en regels gaan aanpassen. Er zijn zoveel dingen op dit moment mogelijk op het gebied van technologie en nieuwe businessmodellen, zeg maar de Uberification of de Airbnbification van onze economie. En de regelgeving en wetten houden die ontwikkelingen nu tegen. We moeten dat ruimer opstellen, dat moet anders. We moeten die versnelling proberen te maken. En daar probeert hij nu zijn Europese collega's van te overtuigen. 3 maanden geleden stond die kleine man naast die bekende dagvoorzitter daar, dat is Jeremy Rifkin, dat is een Amerikaanse top-econoom, heeft meer dan 20 boeken geschreven, die stond een stukje verderop in Utrecht, en een aantal van jullie zullen zichzelf misschien herkennen, want het event werd georganiseerd door de TVVL, of mede georganiseerd door de TVVL. En Rifkin zegt ook van, luister eens, we staan aan een paradigma-shift, de vooravond van een paradigma-shift. Want op het moment dat informatie gedemocratiseerd is, op het moment dat de energiemarkt volledig op zijn kop gaat van centraal naar decentraal, en op het moment dat alles wat beweegt, dat je dat automatisch kunt laten aansturen, dat je daar geen mensen meer nodig hebt, of het nou vliegt, vaart of rijdt, dan gaat er iets gebeuren in de geschiedenis. En hij heeft dan een boek geschreven, De Derde Industriële Revolutie, en zegt van, nou, ook hij zegt, we staan aan de vooravond van een tijdperk. Maar hij schrijft er niet alleen over, hij denkt er niet alleen over, hij is ook dingen aan het doen. In Noord-Pas-de-Calais, dat is het noorddeel van Frankrijk, Noordwest, daar zijn ze na de eerste industriële revolutie gestopt met ontwikkelen. Hebben ze dus de complete slag, zeg maar tussen, laten we zeggen, van een eeuw gemist qua economische ontwikkelingen. Daar hebben ze nu een infrastructuur, of zijn ze bezig met de infrastructuur te bouwen voor de toekomst. En Rifkin gaat met een team ook in de metropolitan area Rotterdam-Den Haag, gaat hij in Nederland aan de gang. En de vraag natuurlijk is, die je zelf zou moeten stellen, wist ik daar al van? Of zit ik daar gewoon bij als bedrijf? Ja, en als je dan bekende Nederlanders zou vragen wat die dan zouden doen, die zeggen dan, en dat gaan we ook gewoon doen. Ja, ga je gewoon doen. Ja? Dan ga je gewoon smart cities bouwen. Dan ga je overal sensoren in gooien. En dan zorg je ervoor dat dingen die tot nu toe dom zijn, dat die gewoon heel slim worden. Hè? Om Rozengaarden er maar weer even bij te halen. Ja, een stuk asfalt is natuurlijk heel dom. Stop je er een sensor in, dan kun je de temperatuur meten. En als je dan een beetje slimme verf hebt, dan kun je mensen waarschuwen dat het wegdek wel eens glad zou zijn als het vriest. Of als je dan toch heel veel platte daken hebt, of schuine daken op het zuiden, of je hebt heel veel platte vlakken die je nu niet gebruikt, ja, waarom zou je dan geen energiecentrales van bouwen? En die sensoren waar ik het al over had, die worden zo goedkoop, die kun je dus gewoon overal inproppen. Ja, en als je dan slimme netwerken hebt, die dan vervolgens die informatie ergens naartoe kunnen halen, ja, dan kun je daar vervolgens leuke dingen mee doen. Wat? Geen idee. Maar begin er maar gewoon mee. Ja, dan zie je vanzelf wel wat voor leuke algoritmes eruit komen en wat voor nieuwe businessmodellen dat oplevert. En wie moet die infrastructuur gaan bouwen? Want je hebt het over dingen die in gebouwen zitten, in infrastructuur, dat zijn kabels, dat zijn sensoren. En volgens mij is het hier de markt die dat kan en moet gaan regelen. En als je een bekende Nederlander zou vragen, wat zou je dan moeten doen? En dat gaan we ook gewoon doen. Dan moet je het gewoon doen. Kijk, een maandje geleden is er ook wat in de wereld gebeurd.
Ja, je kunt wel zeggen van ja, we kunnen nog niet precies pinpointen wanneer de fossiele brandstoffen ophouden. Maar het klimaatakkoord is wel een signaal. Het signaal dat het ophoudt. Ja, dat we niet meer met kolencentrales aan de gang willen, dat we niet meer met gas aan de gang willen en dat we niet meer met benzine en olie aan de gang moeten. Dus de zonsondergang van de fossiele brandstofeconomie, die is gewoon wel voorbij. We moeten iets anders. En ik weet niet of je vorige week Nieuwsuur hebt gezien, maar er zat iemand die had daar ook een idee over, ook een bekende Nederlander. En die zei... Ik pomp alles op wat ik kan oppompen, kan oppompen, kan oppompen, kan oppompen, kan oppompen. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen. De vraag die je bij deze man kan stellen, en het heeft overigens niks met de generatie te maken, is deze man geschikt of ongeschikt voor zijn functie? Ja, en misschien dat het wel zo is dat Shell zijn Kodak-momentje al heeft gehad. Hè? Kodak-momentje, dat weet je, dat de CEO's of de raad van bestuur van Kodak, ondanks het feit dat ze zelf hadden de digitale camera hadden uitgevonden, de eerste mobiele digitale camera, dat ze toch te lang zijn vast blijven houden aan hun fotorolletjes, chemicaliën, noem het allemaal maar op. Dat is uiteindelijk de ondergang van Kodak geworden. Shell heeft in 2009 al zijn duurzame, innovatieve projecten gestopt. Dat zou wel eens het moment kunnen zijn geweest. Toen was Van Beurden overigens nog geen CEO. Toen zat die andere daar nog, even zijn naam kwijt, Van der Veer. Maar dat zou wel eens het moment kunnen zijn dat Shell de boot aan het missen is. Dat is al 7 jaar geleden. Maar goed, er zijn ook bedrijven die in die markt zitten, die pakken die kans dan wel op. En die zeggen van, hey, we gaan er op een Daan Rozengaren manier tegen aankijken. En dan gaan ze opeens een ander soort boodschap de wereld insturen. Dag oude wereld. We komen even afscheid van je nemen. Van je kolencentrales, boortorens en mammoetankers. Dag ja-knikkers en nee-schudders. Goodbye slurpers en vervuilers. Vaarwel miljoenen vaten olie per dag. Jaar in, jaar uit. Dag oude wereld. Nog bedankt voor de vooruitgang. Dat we naar de maan zijn geweest, dat gaan we nooit vergeten. Maar nu is het klaar. Nou, dit zou een filmpje kunnen zijn van de Triodosbank, of van Greenpeace, of van het Wereld Natuurfonds. Hij is al een tijdje oud, dus de kans dat je hem gezien hebt is al wat groter. Maar dat is het niet, hè. Dit is van een bedrijf wat je misschien nog niet kent. En de laatste seconde van het filmpje denk je van, wat? Zij? Welkom zon. Kijk hem shine. En welkom wind. Welkom, gewoon gezin. Bijzonder dat jullie kiezen voor slimme innovaties. Welkom opwekkers, op naar de nul op die meter. Welkom steden die groener worden en bedrijven die op wind draaien. Welkom idealisten, goed jullie te zien. Welkom eindbazen en kleine jongens, gadgetfreaks en snelheidsduivels. Welkom twee linkerhanden en natuurvrienden, treiners, pedaalkoningen, whizkids en koukleumen. Jullie maken dit land elke dag een stukje beter. Schoner, leuker en leefbaarder. Want groene energie, al die slimme toepassingen, die zijn er niet meer voor de enkeling, maar voor ons allemaal. Welkom in de nieuwe wereld. Eneco. Kun je je voorstellen, dit is een bedrijf wat ongeveer 4 jaar geleden precies hetzelfde zijn als Ben van Beurden vorige week in Nieuwsuur. Dit is een totale shift. En de vraag is of Eneco op zichzelf nog wel op tijd is om het echt te gaan maken. Er zijn nu ook allerlei bedrijven die zijn hun merk aan het rebranden. Ook daarvan zie je reclame op televisie. Dat is GDF Suez, geloof ik. Hebben nu iets met positieve energie. Die hele energiemarkt, die is aan het schuiven. Zijn jullie daarbij? Zijn jullie degene die dat regelen? Die nul op de meter voorzien, hè? Door energie op te wekken of door juist energie te besparen en te isoleren? En hoeveel argumenten heb je nodig? Hè? Ik bedoel, als je op dit moment 6.000 euro vrij besteedbaar hebt op je bankrekening, ja, dan is het een beetje zonde als je het op een spaarboekje hebt liggen. Ik las gisteren een bericht dat de instrumenten van de ECB, die kunnen naar min 4,5% rente. Dat betekent dat je straks geld moet meenemen bij de bank om je spaargeld te mogen stallen. Ik zeg, leg het op je dak, ja, dan heb je in ieder geval een procentje of 10, 12 rendement. En dan dondert het niet of je Siemens of Chinese panelen hebt zitten. En wat zegt jullie generatiegenoot dan? Ja, dat gaan we gewoon doen. Ja, dus we moeten over die schutting heen kijken. Ik heb nog een paar vergelijkingen met vorig jaar. Toen had ik het over Airbnb, die in 2012 meer overnachting had gefaciliteerd dan de Hilton Groep wereldwijd. Vorig jaar, het is een beetje afhankelijk van de dagkoersen, waren ze ook op het aandeel meer waard dan Hilton en Marriott. En dan is de vraag, wat is de
Wat zijn de kansen voor andere bedrijven met Airbnb-achtige modellen? Stel je voor, je bent hotelier, ja, dan doe je het al dun in je broek. Maar je zou een restaurant hebben, denk je, ja, het zal mij roesten. Mijn business niet, hotelkamertjes verhuren. Maar dan bedenkt wel weer iemand dat je ook kunt eten en drinken bij iemand op een Airbnb-achtige manier. Of als je over de schutting heen gaat kijken, ja, dan zie je dat Uber natuurlijk de taximarkt aan het verstoren is. Ja, zeggen de mensen, het is geen level playing field. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je dat weer opnieuw maakt. Dus dit is dan een partij die Abel in Nederland gaat introduceren. Die zeggen van luister eens, wij gaan via dezelfde spelregels als Uber, maar dan vanuit het oude taxibedrijf werken. Het is wel een ander brand, maar we gaan wel proberen om de aanval te zoeken, om onze kansen te pakken in plaats van alleen maar te zitten te zeuren dat het niet mag wat ze doen. Als je over de schutting kijkt, had ik het vorig jaar over Blendel. Die hadden 500.000 abonnees in Nederland, 500.000 aansluitingen in Duitsland en die wilden de stap naar de overkant maken van de plas. Nou, nu heeft de New York Times ze gefund. En zijn ze het gewoon aan het doen. Dan zie je gelukkig ook alweer dat daar ook weer reactie op komt. Want de persgroep heeft 2 weken geleden geïntroduceerd dat als je abonnee bent van 1 van hun kranten, je over niet al te lange tijd al hun content, en ze hebben een enorme bak aan journalisten en ze maken enorm veel artikelen per week, en dan kun je de Standaard uit België lezen, dan kun je de Volkskrant lezen, de alle regionale algemeen dagbladen, noem het allemaal maar op. En dan kun je op een Flipboard, Spotify-achtige manier je eigen krant samenstellen op basis van de zoektermen. Eindelijk, denk ik, reageren ze. Je kunt over de schutting kijken. En stel je dan voor dat je vorig jaar een leeg blaadje had. Dan kun je een stukje verderop hier in de nieuwe stad gewoon een compleet opnieuw boodschappen thuisbrengen bedenken. Dat heeft Michel Muller van Roetmobiel en van Tango gedaan met Picnic. En misschien dat mensen die in de rondleidingen lopen straks wel even langs pand. Ze zijn in Amersfoort begonnen, omdat het een hele goede testgrond is blijkbaar. Hier woont de gemiddelde Nederlander. En ze konden het gewoon niet aan. Ze hadden een x-aantal autootjes bij een Franse autobouwer besteld. Ze hebben er nu Italianen bij moeten schakelen, want ze kunnen het gewoon. Ze hebben gewoon wachtlijsten van mensen die het moeten doen. En waarom? De boodschappen zijn het goedkoopst. En bezorgen ze ook nog eens een keer gratis. Nou, ik zal je vertellen, ze hebben niet alleen bij de Albert Heijn zakdoekjes nodig om de supermarktmanager gedag te zeggen. Ze hebben gewoon hele grote aanbiedingen nodig voor wc-papieren, want het loopt ze in de boardrooms dun door de broek heen. We hadden het vorig jaar toen we over de schutting keken over Watson en wat die deed in gezondheidszorg. Maar Watson zit al vermomd, zeg maar via de cloud, in Cognitoys die geïntroduceerd zijn net voor de kerst. Dat zijn tools waarmee je kinderen individueel onderwijs kunt geven. Vragen stellen, opgaven op individueel niveau. Daar gaat het onderwijs op een heel andere manier mee om. En dan denken heel veel mensen, ja, maar zoals het lang het over creatieve beroepen gaat, hè, of beroepen waar je stropdassen en witte boordjes voor nodig hebt, dan zal het allemaal wel meevallen. Nou, de eerste computers die zich gedragen als een rechter of een advocaat, die zijn er al. En dan is de vraag aan jullie, wat zouden jullie doen met Watson als je hem bij je zou hebben? Technology has helped us go further. Go faster. Go to the moon. Solve problems previous generations couldn't imagine. But can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms. Watson can read and understand natural language, like the tweets, texts, articles, studies, and reports that make up as much as 80% of the data in the world. A simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it took to get to that response. In a way, Watson is reasoning. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. A new generation of doctors are helping Watson learn the language of medicine. In turn, Watson is helping teach doctors by providing possible treatment options. Watson is learning the language of finance to help investment advisors recommend the best way to plan for retirement. The IBM Watson Engagement Advisor can react to a caller's questions and help operators find the right answers faster. The IBM Watson Discovery Advisor helps researchers uncover patterns that are hiding in mountains of data and then share these new insights with colleagues. With Watson Analytics, you can ask Watson a question, and Watson can show you what the data means in a way that's easy for anyone to understand and share. The IBM Watson Developers Cloud offers software vendors and developers the technology and tools they need to take advantage of Watson's cognitive power. Accessible on the cloud, anytime. Watson needs you. This generation of problem solvers is going to learn much faster with Watson. And Watson, in turn, will learn much faster with us. Developers will solve new problems,
business leaders will ask bigger questions. And together, we'll do things generations before couldn't dream of. What will you do with Watson? Dit klinkt niet als alleen als een open uitnodiging. Dit is een open uitnodiging van IBM. IBM wil in contact komen met bedrijven, met jonge mensen, met slimme, denkende wezens, die ze kunnen helpen om in elk marktsegment, want er komen nogal wat voorbij, hè? Niemand is veilig, om te kijken wat je daarmee kan. Wat doen jullie met Watson of Watson-achtige oplossingen of kansen? Het leven leidt het wel in zo'n jaar als een lichtflits voorbij. Ja, je hoeft met je ogen te knipperen of je hebt alweer een nieuwe kans gemist. Dat mag je niet doen. Je mag geen kansen missen. Je moet die kloof tussen de oude wereld waar je mogelijkerwijs nog met je bedrijf of met je branche of als individu instaat, moet je verlaten, ja, en ja, een overbrugbare sprong maken naar iets nieuws. Kansen pakken. En dat doe je niet meer door te plannen en op de oude manier te leren en op een gestructureerde manier plannen te maken. Het punt in deze grafieken, dit is dezelfde grafiek over exponentiële technologische groei of nieuwe trends en die lineair denkende mensen of lineair denkende organisaties, maar dan op een andere manier uitgelegd, dat snijpunt noemen we midnight. En daar zijn we al lang voorbij. En in die nieuwe wereld kun je alleen maar winnen door te experimenteren, door meer fouten te maken dan iemand anders, door heel snel cyclisch door te gaan, door geïnspireerd te raken, maar nog veel belangrijker, door zelf anderen te inspireren, door de wereld naar je hand te zetten. En om nog even te vragen aan een bekende Nederlander wat hij daar ook alweer van vindt. Want er is maar één kans voor je. En dat is adapt or die. Ja, en wat is dan die nieuwe wereld? Die nieuwe wereld die gaat heel erg van centraal naar decentraal naar gedistribueerd. En wat betekent dat? Dat betekent dat er steeds minder controle van bovenaf is. Alleen in China moeten ze daar nog eventjes aan wennen waarschijnlijk. Goed, deze beste man, die lachte altijd nogal, ook tijdens zijn kabinetsperiode. Maar die was nogal sceptisch over crowdfunding. Van de week is Kickstarter, het grootste crowdfundplatform van Nederland, door de 100.000 projecten heen gegaan die gefund zijn. En dan licht ik er één onderwerp uit en dat zijn films. Er zijn momenteel 277 films in de iTunes stores die gefund zijn door ons. Niet door banken, maar door ons die een project zijn kans gunt. Waar je zelf ook nog wat rendement op kan draaien of die je gewoon wil steunen. Van die films zijn er 11 die een Oscar-nominatie hebben gehad. En eentje heeft zelfs een Oscar gewonnen. Om even aan te geven dat het niet alleen maar kleine projectjes zijn die gecrowdfund worden, maar ook de grotere projecten. Dus als dit soort mensen gaan lachen om een trend, dan moet je die trend eigenlijk gaan volgen. Dus wat heeft Salm gedaan? Bitcoins, nou dat zag hij eigenlijk niet zitten en daar ging hij zijn geld ook niet op zetten. Nou dat heeft nogal wat hoongelach in de community veroorzaakt. En momenteel zijn er 26 banken die in de blockchain technologie investeren, waaronder de ING. En wat is nou die blockchain technologie? Dat is eigenlijk de basis waar Bitcoin op draait. Het is een groot openbaar grootboek die eigenlijk zorgt dat eigendomsoverdracht, want geld is eigenlijk eigendomsoverdracht, gewoon tussen elkaar kan gebeuren zonder een derde vertrouwde partij. Dus eigenlijk krijg je dit. Voorheen ging je geld overmaken en dat ging via een bank en dan kwam het geld bij de ander. En nu gaat het heel simpel. Hè? Stuur me wat geld. En iemand anders zegt, ik gun je dat geld ook daadwerkelijk overgemaakt kan worden en je hebt het geld te pakken. Dit is een versimpeling van het blockchain systeem, want dat gaat niet op basis van mensen, maar het gaat op basis van algoritmes en we vertrouwen steeds meer de software daarin. Maar het gaat niet alleen dat banken een totaal nieuw tijdperk tegemoet gaan. De notarissen, kadaster, kamerverkoophandel, die bezitten allemaal data die eigenlijk niet van hun is, maar van ons is. En die wij zelf kunnen bezitten en naar een ander kunnen toesturen. Dus ons huis kunnen we straks op een hele andere manier verkopen dan dat we het nu doen. Dus die software, die eet de wereld op. Maar die eet ook onze banen op. En vorig jaar zeiden we, als hardware software wordt, dan wordt het ooit gratis. En heel veel komt nu in het mobieltje.
En als je dan kijkt naar de operatiekamer of de behandelkamer bij een dokter, alles gaat veranderen. A doctor, and a tool that connects them like never before. Because our exam room isn't defined by its walls, it's defined by the care that happens within them. Lumify, revolutionary technology, revolutionary care. Dus je hebt alleen nog maar een device, een stukje technologie nodig om met een professional in aanraking te komen. Dat betekent dat we naar een ander soort DNA moeten gaan. We moeten het echt anders bedenken. En als je kijkt naar onderwijs, dat is eigenlijk ook, je hebt een professional ergens, je hebt technologie en de student. Je hebt helemaal die stenen van een school niet meer nodig. En dat noem je MOOCs, Massive Open Online Courses. Je kan de beste opleidingen in de wereld volgen, van professoren van Harvard, Stanford, MIT. Allemaal ligt het onder je vingertoppen en je kan het allemaal doen met honderdduizenden mensen tegelijk. En heel vaak is het gewoon voor €0. Dus hoe ziet die toekomst van werk eruit? Als je dan weer kijkt naar een DSM, die werkt al voor 30-40% met een flexibele arbeidsschil. En dan probeert de politiek die flexibele arbeidsmarkt in te dammen. Dat kan helemaal niet meer. Ze proberen het nog steeds met wetgeving, maar we zijn er als samenleving ook niet op voorbereid. Randstad en TNS Nipo hebben een onderzoek gedaan. 23% ziet een leven lang leren niet zitten. Dat kan niet. We moeten een leven lang leren. Kennisveroudering gaat zo snel dat de diploma's steeds minder waard worden. Dus je moet verbonden zijn met die wereld die verandert. En 69% ziet niks in die flexibele arbeidsmarkt. Je hebt geen keus. Als je je daar niet in gelooft en je kan je niet ontwikkelen, dan ben je niet relevant voor de banen van de toekomst. En als je dan kijkt naar dit plaatje, een plaatje uit 1979 in de haven. Ze gingen staken voor arbeidstijdsverkorting. Nou, nu hebben ze dat en dan gaan ze weer staken, want ze willen hun werk behouden. Maar dat werk in die haven gaat compleet anders worden. Want het gaat van hands-on naar brains-on. Het is slimme haven, heeft slimme mensen nodig. Dus die havenarbeider van nu wordt een andere havenarbeider van de toekomst. Ze voorspellen dat in 2025 de haven, nu hebben ze 90.000 mensen en dan hebben ze 100.000 mensen werken. 10.000 meer, maar die maken geen vieze handen meer. Het gaat van hands-on naar brains-on. En Deloitte heeft onderzoek gedaan naar de banen in Nederland. 2-3 miljoen banen staan op de tocht. Gaat alles dan veranderen? Ja, functies veranderen. Vaardigheden moeten anders worden. Niet alles gaat weg. Alleen het verandert allemaal. En kun je daarbij aansluiten? En zelfs, vorig jaar heb ik gezegd, we moeten leren dansen, leven met die robots. Nou, en die robots die kunnen eigenlijk ineens beter dansen dan wij. Dit was vorige week bij de opening van het Chinese nieuwe jaar. 540 robots die synchroon met elkaar dansen. Daar heb je geen voorbereiding voor nodig hoor. Je moet de robots even op de goede plek neerzetten. Ook dat kunnen ze zelf natuurlijk, omdat ze zelf die afstand, dat kan je inprogrammeren. En je hebt een programmaatje en Ran, de drones zijn er ook die onderdeel uitmaken van die show. Dus wat ik jullie adviseer is deze rapporten lezen, werken aan de robotsamenleving en de robot de baas. Niet alleen maar om te ontdekken wat de toekomst van die robot biedt, maar wat kan ik als lid van de verenigingen die dit organiseren met die toekomst. Er ligt heel veel toekomst en er liggen ook heel veel nieuwe banen in het verschiet. En dan gaat dit heel erg over technologie. En we hebben het over smart cities, maar gelukkig gaan we ook naar education cities. En wat betekent dat? Al die mensen in de stad die zonder werk komen te zitten, omdat banken, verzekeraars of anderen ze buiten de deur zetten, die moeten nieuwe talenten gaan ontdekken en die moeten een nieuwe toekomst gaan opbouwen. En dat doe je met elkaar. En in Israël heb je al 22 education cities, waar het gaat om de mens te laten ontwikkelen in die stad. En dat, daar moeten we in Nederland ook naartoe gaan. Dus er is heel veel aan de hand.
En hoe voorkom je je eigen Kodak-momentje? Daar hebben we over nagedacht, hè? Want je moet, samen met alle verenigingen hier, je moet niet meer alleen maar in je eigen kolom blijven zitten. En dat doen jullie nu al, hè? Je stapt buiten je kolom om met elkaar te ontdekken, wat is dat die nieuwe toekomst en wat is dat nieuwe tijdperk? En vorig jaar hebben we met z'n allen nagedacht over die toekomsttafels. Maar daar is het eigenlijk bij gebleven. En dit jaar wat we eigenlijk willen doen met elkaar, is sessies inzetten die per kwartaal, dat je elkaar ontmoet, dat je elkaar gaat bevragen. En hoe ziet dat eruit? Wat wij willen is kleine groepen van maximaal 15 mensen, dat is goed voor de groepsdynamiek, die per kwartaal bij elkaar komen. Wij als Fountainhead zetten even een trend neer in 25 minuten en dan gaan we 2 uur met verschillende ondernemers uit verschillende sectoren, want jullie komen allemaal uit verschillende sectoren, nadenken over wat betekent dit voor mijn markt. Dit is het 5e jaar dat wij dat gaan doen met ondernemers. En dit zijn resultaten. Dit is Bertus Boven, die op basis van big data in die groepen is dit idee tot stand gekomen. Matcht die financials en mensen die financials nodig hebben aan elkaar. Op basis van big data en slimme algoritmes is hij deze website gaan ontwikkelen. Dit is Connie Maathuis, die had een groot incassobureau. Die heeft andere dingen gezien en die dacht, als ik in mijn bedrijf blijf, dan kan ik het incassoprobleem in Nederland niet oplossen. En ik zie hele andere mogelijkheden. Die heeft haar bedrijf verkocht en gaat nu als professional in die markt proberen het schuldenprobleem op te lossen. Of dit is Gerard Deschamps van Movacolor. Die heeft uit die sessies een 2035, en dat noemen wij een backcastingplan, gemaakt. En dat heeft hij op zijn eigen event, toen hij 25 jaar bestond, heeft hij gedaan alsof het 2035 was en daar zijn visie neergezet. Dat is wat jullie met elkaar kunnen doen. Elkaar prikkelen om te kijken wat is de volgende stap. Hier nodigen we je eigenlijk uit, doe mee met deze sessies om te ontdekken wat die volgende stappen zijn. Want je hebt maar één keuze en dat is adapt or die. Dank jullie wel.